Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vissen met Korting op Hengelsport. Het is vrijdagavond, het is op dit moment 10:30. Ik heb vandaag late dienst gehad, dus tot 9:30 moeten werken. Inmiddels zijn we aan het water, het is gelukkig droog. Het heeft echt heel veel geregend vandaag. Maar nu is het gelukkig voorlopig droog. De temperatuur is op zich wel goed te doen. We zitten bij een brug, want ik heb nog wat particles over van Frankrijk. Op het kanaal kan ik deze het beste voeren of aan eigen kant, of via een brug dat je gewoon op de brug gaat staan en naar beneden stort. Dat is wat we gaan doen en ik hoop dat we een mooie vis gaan vangen. We hebben het hele weekend de tijd en ik ben echt wel benieuwd. We staan hier op de brug en we gaan eens eventjes lekker wat voeren. Flink wat scheppen met particles erop. Dat vinden ze lekker. Lekker gefermenteerd. Lekker goed gesookt. En maar strooien. Er zitten best wel wat bruisems op het kanaal. Dus van dit soort particles kan je echt wel gewoon veel voeren. Ik weet niet of jullie er iets van zien. Maar hier beneden staan allemaal palen. En we gooien ook gewoon eventjes wat particles zo achter de palen. Dit moet hem gaan doen. Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk rond de paaitijd en dan is het altijd maar de vraag. Meestal heb ik juist de goede tijden gehad rond de paaitijd hier op het kanaal. Dus ik ben echt wel benieuwd wat dit weekend gaat brengen. Ik heb er wel echt zin in. Lekker hopelijk een visje vangen. We staan hier aan de eigen kant. Daar is de auto, daar zo is de brug. En dan gaan we voor één hengeltje hier wat meer. Hoi, yo. Opeens een konijn. Ik ga één hengeltje hier iets verder wat meer richting het midden leggen. Daar doen we alleen bollies op. Lekker verspreid voeren. En dan zitten we in de tent. Drie hengeltjes in liggen en alle spullen opstaan. En dan is het nu even tijd om lekker te gaan chillen. Ik hoop dat de hengels vannacht al afgaan. Maar je weet het natuurlijk nooit. Het kan natuurlijk ook gewoon eventjes duren. Maar ik verwacht eigenlijk dat het, als het gaat gebeuren, dat het wel in de ochtend gaat gebeuren. Het kan ook altijd in de nacht. Rond deze tijd weet je het nooit. Heb ik zelfs op een kanaal overdag gevangen. En dat is eigenlijk de enigste tijd van het jaar dat ik hier overdag vang. Dus ik ben benieuwd. En het gaat eventjes lekker slapen worden zo. Want ik ben behoorlijk moe. De hele week weer gewerkt. En nu eventjes lekker uitrusten. En daar staan we al met de kromme hengel. Ik dacht in het begin dat de brasem was, hele slome aanbeet. En toen kwam die wat dichter aan de kant en toen ging die er opeens vandoor. Toch een klein karpertje eraan. Dat is toch al snel. Het is denk ik nog niet eens 1 uur. En hij loopt al af. Toch de hengel hier voor aan de kant. Lekker even verder met rillen. Maar dit belooft wel veel goeds. Ik hoorde in het begin al vis wegdraaien. Dus ik had er al echt wel hoop in dat we iets zouden gaan vangen. En nou loopt hij toch af, dat is toch een mooie bevestiging. Ik ben benieuwd wat er nog meer te komen gaat. En daar zit het dan bij de mat. Toch al snel een visje gevangen. Hij is niet mega groot, maar wel echt een prachtig kanaalschipje. Hij had er toch nog wel even zin in en hij ging hier voor aan de kant nog even helemaal los. Maar ja, we hebben hem. En daar ben ik al blij mee. Op de dubbele chili cheese bolly 20 mm. Hier dus naar het midden aan de eigen kant. En ik ben benieuwd wat deze nacht ons nog gaat brengen. Hij is klaar om te gaan. En dan zwemt hij weg. Snel de hengel weer inleggen. En op naar de volgende. Het is midden in de nacht, 3:15 op dit moment. Het regent en ik ben best wel nat geworden. Ik kreeg weer een volle fluiter. Hij ging er echt vol voor. En toen hier eindelijk aan de kant was, toen zwom hij zich vast. Ik voelde echt gewoon tik, tik, tik. Dus hij zal wel ergens langs de steen afgegaan zijn en daaraan vast blijven haken. Uiteindelijk heb ik er even mee zitten stoeien. Niet te veel druk kunnen zetten, want ik was bang dat ik de lijn door ging snijden.
Dat heeft denk ik 2-3 minuten geduurd. Daarna heb ik iedere keer de lijn even losgelaten, zodat hij zelf kon gaan zwemmen. En uiteindelijk voelde ik dat er steeds meer speling op kwam en dat hij loskwam. En ik heb hem in het net liggen. Ik heb hem geschept. Dan gaan we nu even de camera klaarzetten en heel snel een video maken, want het regent. Oké, we hebben echt een hele mooie vis in de sling liggen. Kijk eens aan. Dat is toch al een maatje groter dan de vorige. Hier ben ik al echt super blij mee. Weer op dezelfde hengel. Weer op de dubbele 20 mm chilletjes. En hij ging er vol voor. Hij had er echt zin in. Dikke run. Lekker in de regen gestaan. Maar dat is het meer dan waard. Echt gewoon een volle buik eronder. Ze zitten echt al tegen de paai aan. Je ziet echt achterin zijn buik ook helemaal hangen. Wat een prachtige vis. Hier ben ik echt blij mee. Laat hem maar weer zwemmen. Ik ga hem eerst nog even snel wegen. En dan hoop ik dat er nog meer gaat volgen. 18 kilo rond met de mat. Dus er gaat er nog ongeveer 1,5 kilo af. Dus dat is 16,5 kilo. Lekker jongens. Geweldig. Wat een mooie vis hoor. Echt wel groot. Mooie buitenronder. Grote staart ook wel. Hij moet er even bij komen. Het was een flink gevecht. En dan beseft hij toch dat hij vrij is. Lekker man. Op naar de volgende. Een goedemorgen, het is vrij rustig gebleven verder, maar goed, ik ben al zeer tevreden met twee vissen in een instant nachtje. Ook een mooie vis van 16,5 kilo, daar ben ik echt wel zeer blij mee. Wel alles op mijn hengel hier aan eigen kant. Ik heb even mijn hengels aan de overkant opnieuw ingegooid. Daar zat ook wel rotzooi aan. Bij de palen van een brug blijven eigenlijk altijd wel de rotzooi ophopen. En hierdoor wil ik toch wat vaker ingooien. Mijn andere hengel die vannacht al twee keer is afgegaan, die laat ik nog even liggen. Er zit hier namelijk een klein stukje verderop, zitten gewoon mensen te vissen. En daar ligt mijn hengel eigenlijk wel een stuk voor en uit, dus die ga ik mooi even laten liggen. Ze hebben er waarschijnlijk geen last van, want ze zijn niet aan het karpervissen ofzo. Dus ze zullen vanavond ook wel weggaan. Meestal is het overdag toch niet veel, dus heel veel last heb ik er niet van. Het is maar hopen dat er misschien toch nog een visje langs komt zwemmen. Je weet het natuurlijk nooit in deze tijd van het jaar. Maar op zich ben ik over deze nacht al zeer tevreden. En dan is het alweer avond. We zitten in de tent en het gaat zo donker worden. De muggen komen in ieder geval al goed tevoorschijn. Dus ik zit alvast in de tent om te schuilen. Het is te hopen dat het wat gaat worden. Ik zie niet echt zoveel beweging als ik gisteren hier was. Maar toen was ik er dus ook pas wel later. Dus het kan nog altijd komen. Maar helaas, ook de volgende dag heb ik tot de middag hier gezeten en is de hengel geen enkele keer afgelopen. Dat is wel balen, maar goed, het hoort er natuurlijk ook bij. In het begin twee mooie vissen gevangen en daar ben ik al zeer tevreden over. Maar we gaan zeker nog een keer vissen voor deze video. Het is alweer vrijdagavond en het is op dit moment 9:30. Alweer redelijk laat dus, maar we gaan weer vissen. Ik ga samen vissen met Toby, oftewel de zingende karpervisser. Hij zit al op de stek. Hij is dit keer wat meer onze kant op gekomen. Voor mij is het nog steeds ongeveer 50 minuutjes rijden. Maar het is zeker wel een heel mooi water. Het is een recreatieplas waar ik al een paar keer ben wezen vissen. De laatste keer dat ik er ben geweest was eind vorig jaar. En toen heb ik daar mijn Nederlandse PR gevangen van 18,5 kilo. Dus ik heb sowieso wel zin om naar dat water toe te gaan. En ik hoop dat we daar een mooie bak gaan vangen.
brengen. Snel even rijden en dan wordt het nog even alle spullen uitpakken. Dan zal het wel wat donker zijn, maar ik geef er helemaal niks om. Alsmaar we lekker aan het vissen zijn. Daar is hij, de steurmeester. Wat? De steurmeester. Fucking geweldig. Hoe bedenk je het? Nou mensen, ik had een uitnodiging van Cas. Wil je een keertje naar mij toe komen? Ik zeg, uiteraard doen we dat. Op een water. Het schijnt dat er één steur zit. Ik heb hem. Alweer. Steurmeester. Misschien dat er wel meer zitten, maar wij hadden de eerste keer dat we hier gingen vissen, had ik met een maat hier gevist en toen had mijn maat hier ook een steur gevangen. Nou, deze lijkt ook heel erg op die nek had. Ah, recht op mijn bek. Ah, zo, die, dat is hard, joh. Alsof jij me op mijn bek slaat, echt waar. Yo. Ik heb morgen een blauwe kaak aan, hoor. Nou, ik hou hem nog één keer in de lucht als het lukt. Ja, mooi dier. Heel mooi dier. Ik heb mijn emmertje water nog niet ready, helaas. Voor over jou heen. Maar hij mag naar huis. Het was weer leuk. Lekker bezig, ouwe. Lekker. Ja, hij heeft het wel heel moeilijk. Ja, voor mijn baanpak. Wat de fuck, jong. Het is inmiddels alweer de volgende ochtend. We hebben helaas niets meer bijgevangen, behalve die steur. Maar goed, we hebben nog een hele dag en nog een hele nacht te gaan. En ook zondag nog eventjes tot ergens later op de middag. Dus er kan nog van alles gebeuren. Gisteren zat er iemand naast ons en die had hier alweer een mooie vis gevangen. Dus ik ben benieuwd. Het geeft in ieder geval wel vertrouwen dat de vissen in ieder geval in deze sector zitten. Want we hebben gisteravond wel echt veel springende vissen ook gehoord. En we hebben in ieder geval een steur gevangen. Dus we weten dat we goed liggen te vissen. Maar goed, nu is maar weer eventjes afwachten. Straks maar weer even de hengels opnieuw doen. En meer kunnen we op dit moment er denk ik niet aan gaan veranderen. Het is wel echt een mooi water. Staat vandaag alleen best wel een windje. Het is op zich wel te doen als het zonnetje door is. Dan is de temperatuur op zich wel lekker. Maar zonder het zonnetje is het anders echt wel fris. Het is wel gewoon een mooie stek. Mooi water. Het is ook echt mega diep, 25 meter of zo. Je kan hier voornamelijk alleen maar aan de kantjes vissen, want in het midden is het echt overal over het water, helemaal diep. En het loopt al vrij snel en best wel steil af. Ik leek ongeveer hier ergens in deze omgeving te vissen, met deze als ondiepste hengel. Dan eentje ietsje dieper en dan eentje ongeveer dezelfde diepte. Twee hengels liggen er denk ik rond de 6 meter en deze ligt ergens tussen de 2 en de 3 meter diepte. En dan is het alweer avond. Daarachterin gaat de zon mooi kleurrijk onder. De wind is iets meer gaan liggen. En we gaan even lekker de laatste hengel uitvaren. En dan is maar te hopen dat er een mooie karper uit gaat komen. We hebben al wat beweging gezien. We zagen net zelfs bij Toby op de stek gewoon vissen wegzwemmen. Dus daar hebben we maar gewoon even neergelegd. En nou is maar hopen dat die afloopt. Het is inmiddels alweer ochtend. Het zonnetje komt vandaag net wat meer door. Maar er staat weer een behoorlijk windje. We gaan eventjes vandaag nog even de middag uitvissen. En hopen dat het dan nog wat wordt. Want de nacht die is erg rustig gebleven. En dat is natuurlijk wel balen. En daar staan we weer bij de parkeerplaats. Daar heb je hem, de steurmeester. En ik ben helaas de blankmeester. Ze zijn toch weer een koppel die samen aan het vissen zijn geweest. Maar er weer helemaal niks van hebben gebakt helaas. Mooie uitnodiging, of niet Toby? Bedankt hè vriend. Heb je een lekker stukje gereden om hier even een steur te komen haken? Ja. Maar goed, dat hoort nou helemaal bij het vissen. Soms rij ik ook helemaal naar hem toe en dan vangen we ook helemaal niks. Nee. Maar we hebben in ieder geval een hoop lol gehad en dat is ook belangrijk, hè, maat. Hoort erbij, pik. We hebben in ieder geval ook nog wat video's gemaakt voor op TikTok. En dat was weer geniaal.
Kijk even op de TikTok van de Zingende Kapervisser en daar staat echt wel leuke content op. Echt wel content voor zijn kanaal die je zeker even moet bekijken. En daar zijn we weer aan het kanaal en we gaan maar even een nachtje vissen. Hierna ga ik een week op vakantie samen met mijn vriendin. En dan ga ik even een weekje even lekker uitrusten. Dat is wel nodig, want de afgelopen tijd heb ik weer erg veel gewerkt. En na de vakantie komt er ook weer een flinke periode aan waarin ik veel te werken heb. Maar goed, eventjes een lekkere sessie vissen en hopen op een mooie karper. We hebben zo net de spullen opgezet. We zitten weer bij de brug. Weer dezelfde plek. En ik hoop dat er dit keer toch weer een karper uit gaat komen. Ik werd zo net wakker van een volle fluiter. Het begon met piep piep. En daarna begon hij vol te runnen. Hier ben ik wel blij mee. Ja, ja jongens. Daar zitten we dan. We hebben weer een visje. Eindelijk. Het is weer eventjes geleden, maar we hebben er een. Het is niet de allergrootste, maar wel een echte mooie kanaalschub. Wat donkerder gekleurd, hij is wat smaller, maar ik ben er niet minder blij om. Echt wel een lekker gevechtje geweest in de ochtend. Hij ging er volle gas voor, maar daardoor was hij ook al snel moe en was hij ook alweer vrij snel aan de kant. Maar daar geef ik helemaal niks om. We hebben hier een vis in de handen en we gaan hem maar eens even terugzetten en nog eventjes de hengel in gooien. Er kwamen net al mensen aan en die zeiden dat er een viswedstrijd was. Die begint om 8 uur, maar ik lig hier naar de brug te vissen. Dus dat maakte niet zo heel veel uit gelukkig. Maar even de vis terugzetten, gevangen op de chotrig met de Scopex pop-upje. Daar gaat ie. Lekker man. Mijn hengel die ligt er eventjes in, naar de brug toe. Ik lig met één hengel daar te vissen, daar had ik de vis op. En één hengel lig ik aan die kant van de paden te vissen. Maar die is tot nu toe nog rustig gebleven. Maar het is nog vroeg op de ochtend, 7:15 en er kan natuurlijk nog alles gebeuren. En dan is het weer wat later op de ochtend, nog eventjes wat bijgeslapen en dan gaan we nou maar eens even de spullen in gaan pakken, want we hebben niks meer bijgevangen. Maar goed, in ieder geval weer een visje en daar ben ik al heel erg blij mee. Vanavond vertrekken naar Frankrijk op vakantie, dus daar heb ik ook wel zin in en daar ga ik eens eventjes lekker van genieten. Daarna gaan we weer eens een keertje vissen en dan zien jullie dan wel weer een keer een video online komen.